Ik mag dus even de auto schoon gaan maken. Lekker bezig! Ik zie dat je het aan het overwegen bent. Ja, maar ik zou het gewoon doen. Goedemorgen dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Luca en vandaag had ik beloofd dat Blanca, mijn vriendin, mijn dag mocht bepalen. Zoals je ziet ben ik echt net wakker. Blanca die zei dat ik er moest gaan facetimen, dat ze gelijk mijn dag ging bepalen. Daarna ga ik naar de tour rijden, naar Leiden. Ze zei ik moet de dag beginnen in mijn onderbroek. Ik, verder weet ik niks. Lekker wakker? Ja, ik ben wakker. Waarom je nog steeds in je onderbroek loopt, is omdat je nu je allervrolijkste kleding aan moet trekken. Oh my god. Oké, ik ben zo terug, ja? Ben je tevreden? Ik heb mijn blauwe zwembroek aangedaan. Met mijn tie-dye shirt. En met donut sokken. Heb je ooit gegeten? Ik moet wel even goed ontbijten, dus ik moet even een gezond ontbijtje maken. Nou, ik moest een gezond ontbijtje maken, dus ik ga een lekkere broccoli koken. En nog wat dingetjes erbij. Gewoon een heel gezonde maaltijd. Zo, nou mijn ontbijtje is klaar. Ik heb een omelet gemaakt met avocado eroverheen. En wat broccoli voor de groentes. Dus dit is denk ik wel een gezond ontbijtje. Nou, ik heb even alles gepakt. Blanca had een lijstje naar me toegestuurd. Ik heb geen idee wat we gaan doen vandaag. Maar Blanca die wilde het een verrassing houden. Ik moet een GoPro meenemen. Warme chille kleding, joggingbroek, een trui, jas en een zwembroek. Zwembroek heb ik al aan. Ik heb alles bij me. En nu ga ik Blanca even bellen. Trucjes die je kan. Het is alle makkelijke trucjes die je kan. Even heel snel achter elkaar gaan doen nadat je 30 seconden rondjes hebt gedraaid. Oké. Ja, oké, ga ik doen. Jullie horen dat ik moet 30 seconden lang moet ik rondjes draaien en daarna moet ik even wat trucjes doen, wat moeilijke trucjes. 27, 8, 9, 10. Dat is echt ziek moeilijk. Niet opgewarmd en duizelig, holy shit. Laten we de auto instappen. Nou, ik ben ingestapt en volgens mij was het ook de bedoeling dat ik eigenlijk de auto zou moeten gaan opruimen. Maar dat heb ik gisteren al gedaan. De hele Tesla is schoon, de voetenruimtes, alle stoelen zijn helemaal mooi schoon afgenomen. Dus dat hoef ik nu gelukkig niet te doen. Dus we gaan lekker onderweg. Ik heb mijn koffietje meegenomen. En dan gaan we zo kijken wat Blanca voor me in petto heeft. Nou, de auto staat geparkeerd en laten we nu gaan kijken wat Blanca heeft bedacht. Let's go! Wat vind je van mijn outfit? Superleuk! Vind je mooi? Heel mooi! Lekker kleurrijk. Oh, die sokken. Mooie sokken erbij. Zijn echt top. Heel leuk. Wat gaan we doen? Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Ik denk dat ik het weet. We gaan kanoën. Nee. Nee? Nee. We gaan dansen. Nee. Wil je heel snel kanoën? Wil je een half uurtje kanoën? Ja, is goed. Dat kan. Zullen gaan we kanoën? Top. Nou, we gaan kanoën door Leiden heen. We hebben de kanoën even naar het water gedragen. Nu gaan we ze te water leggen. En dan gaan we lekker een stukje kanoën hier zo. Maar we zitten nu wel in de kano. Maar ik ben nog steeds benieuwd wat je nou van plan was eigenlijk. Want eigenlijk heb ik dit nu bedacht. Oh, zeg maar, je hebt me eerder geïnspireerd. Ja, dat is wel. En ik ga je nog steeds niet vertellen wat ik eigenlijk van plan was. Dat gaan we alsnog doen. Nou, ik vind het wel een lekkere start van de dag zo. Ja. 20 graden met zon, lekker op het water zo. Echt heerlijk. Oké, wat is de kans dat je straks, als het wat dieper is, dat je erin springt? Volgens mij mocht ik jouw dag. Nee, 1 op 5, doe maar. Ben je echt zo'n tikje? Ik vind het best om het water in te gaan, maar ik zou er eigenlijk zelfs gewoon inspringen. Alleen, het ding is, ik jouw dag mag bepalen en anders ben jij mijn hele dag aan het bepalen. Ik zie dat je het aan het overwegen bent. Ja, maar ik zou het gewoon doen. Ja, maar gaan we daarna terug. Ja, ja, ja. Dus dan gaan we straks. Dan gaan we heel veel nog kano en daarna ga je erin. Ik mag jouw dag bepalen! Oké, we halen de kano's er even uit en dan gaat één van ons... Ja, maar ik weet je wat het is. Ik vind het nu gewoon zielig als jij erin springt. Dus ik wil er liever in springen. Maar één van ons moet. Zal ik gewoon gaan? Nee. Nee? Nee, spring er gewoon in. Ready? Okay. 3, 2, 1. Ah! Je bent echt niet op kant. Nee, nee. Ah, lekker. Oké, het is wel snel de boot terug. Nog een bommetje, nog een bommetje. Laten we gaan. Zo, jij bent gedoucht. Wil je weten wat je noemt? Ja, je hebt badminton rackets neergelegd. Wat gaan we doen? Hé, hey, what the fuck? Wat zit hier dan? Hé, we gaan met je auto weg. Dikke ref, dikke ref. Woe, sick. Hé? Ze rijdt weg. Weet je nog dat ik dit weekend bij jou was? Nee! En dat er een hele leuke grote vogel op mijn auto was. Nee. Ik heb een doekje voor je mee.
Ik moet deze stront van je auto afhalen. Vind ze leuk hoor. Oké, nou. Ik mag dus even de auto schoon gaan maken. Alsjeblieft. Lekker bezig. Zo, ik heb een camera. Maar we hadden hem ook gewoon door een wasstraat kunnen rijden, hè? Dat vond ik ook leuk. Ja, even toch goed zo. We gaan toch nog even naar de wasstraat. Nee. Ja. Nee. Dit meen jij niet, hè? Dit gaan we niet echt. Wat een na. Ja, kom op zeg. Dan pies ik er nog wel even overheen, ja? Dit had je dus al van tevoren bedacht. Denk je nou zelf? Deze zijn het allerleukste. Deze zijn het leukste deel. Maar ook hier zit blauw, dan geel en daar rood. Vind ik leuk. Dit blijft gewoon zo droog. I know. En dan zie je hier zo tegenover je in de spiegel je auto om te kijken hoe perfect hij eruit ziet. Kijk eens hoe schoon die is. Helemaal top. Oké, okay, ja. Nou, je moet naar rechts. En dan mag je straks weer naar rechts, want ik heb slunchies beloofd. Oh, we gaan naar McDonald's. We gaan even de McFlurry voor slunch halen. Oké. Okay. Nou, dan gaan we hier even lekker de McDrive in. We hebben McFlurries, een koffie. En Luca is even aan het rijden. En die gaat even de auto parkeren. En dan ga ik dit even aan mijn broertje en mijn zusje geven. De Blank heeft me achtergelaten met de opdracht om hem hier zo in te parkeren. En ze denkt natuurlijk dat ik dit niet kan, omdat ik dat nog nooit heb gedaan. Maar ik ga dit gewoon even fixen. Kijk eens aan, ik fix dit gewoon. Dit gaat gewoon goed. Rechtdoor. Volgens mij staat die helemaal goed. Nou, Blanke die heeft de tas gemaakt met allemaal spullen die we nodig hebben. Ik zet het achterin de auto. Ik ben heel erg benieuwd wat we gaan doen. Maar ik moest in ieder geval mijn zwembroek meenemen. Het zal wel iets met water zijn. Dus we stappen nu weer de Tesla in en we gaan met een koffietje lekker onderweg. Dan zien we het wel. Zo, nou vertel. Waar gaan we heen? We gaan naar het strand. Lekker. Ik had eigenlijk... Dan gaan we lekker zwemmen. Wie weet. Leuk. We gaan naar het strand. Zo, we leggen lekker even de handdoeken uit. Is het nu gewoon tijd om lekker te chillen? Geen nare dingen meer? Nu is het gewoon even tijd. Nu is het gewoon even tijd om te chillen. Dat je me moet masseren. Je weet wel dat hier ook een deel 2 van komt en dan andersom, hè? Nee. Slaap. Ik wil geen stomme dingen doen. Ik wil geen stomme dingen doen. Ik lig helemaal lekker. Je weet zelf ook wel wat we gaan doen. We gaan lekker chillen. We gaan een zandkasteel bouwen. Ik heb... Crystal clear. Dit nee. Kijk. Oh, lekker. Ik dacht, we gaan gelijk even mini picknick houden. Dit is niet bepaald mijn dag, maar dit is gewoon vriendin verwend de dag. Hé, hey, maar Luc. Ja? Je weet al wat we straks gaan doen, hè? Ja, we gaan de zee in. We gaan even Wim Hoffen, volgens mij. Ja. Ga jij ook? Ja, tuurlijk ga ik even. Oké, nou het is tijd. Blanke gaat even omkleden, die gaat bikini aandoen. En ik ga eventjes wat saltes doen, even opwarmen voordat ik de zee in ga. Een van mijn opdrachten echt? Was, ja, ik wou je nog even zeggen dat je me even moest vermaken en dat je even wat trucjes moest doen. Het is zo moeilijk op zand. Oké, laten we de zee in gaan. Oké, okay, nu jij. Go. We zijn weer helemaal warm aangekleed. We hebben vertrouw aangetrokken, joggingbroeken. En ik moest de camera aanzetten. Dus. En moet even avondeten. We gaan een avondeten aan. Dus ik dacht, daar is de wilde ik stranden. Maar heb je gisteren al pizza gegeten? Nee, ik heb lasagne gegeten. Oh, beter. Iedereen had pizza en ik had lasagne genomen. Dus. Je hebt het wel goed gefixt allemaal. Het zijn allemaal leuke dingen. We hebben gewoon een superleuke dag. Oké, okay, we hebben even pizza besteld via onze telefoon. En die kunnen we over 10 tot 25 minuutjes daar zo ophalen. En dan krijgen we een sms. En in de tussentijd gaan wij eventjes beachballen. We gaan beachballen tussen, ja. Dit zijn ook echt van die heerlijke pizza's die zeg maar in zo'n steenoven zijn gaan bakken. Het zijn zulke lekkere pizza's. Oh, zo lekker. Oh, dit ziet er zo goed uit. Nou, eet smakelijk.
Zo, we hebben de pizza's opgegeten en nu gaan we lekker naar huis. Zo, en ik ben weer thuis van deze heerlijke dag. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. En ik wil jullie alweer heel erg bedanken. We groeien namelijk zo hard op dit kanaal. We zitten nu alweer bijna op de 7000 abonnees. Het gaat echt super hard. Dus dank jullie wel daarvoor. En vonden jullie deze video nou leuk? Laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer beneden en laat even een leuke comment achter. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Later.